Parashat Devarim, dat is de parasha, de sidra, die we aanstaande Shabbat gaan lijnen. Het is tegelijkertijd de eerste sidra van het vijfde, het laatste boek van de Torah. Maar deze Shabbat heeft een speciale naam. Shabbat Chazon, de dag van het visioen. En waarom heet die dag zo, deze Shabbat? Want zo begint de Haftara, de profetentekst die gelezen wordt na het lijnen uit de Torah. Het is het eerste hoofdstuk van de profeet Yeshaya, Chazon Yeshayahu ben Amoz, een visioen van Yeshaya, zoon van Amoz. Chazon, visioen. Even een grapje. Ik zag een paar jaar geleden op Shabbat Chazon een paar heren de weg bekorten door over het gras te lopen. Maar het was niet deze betekenis, Shabbat Chazon. Chazon, visioen. En de beroemde Rabbi Levi Yitzchak van Berditchev, die zegt, op Shabbat Chazon, dan laat God ons de derde tempel zien. Het Beit HaMikdash HaShlishi, die derde tempel die er zal zijn na de komst van de Mashiach, die wordt ons, zo zegt de Berditchev, die wordt ons op Shabbat Chazon getoond. En hoe moeten we dat begrijpen? En dan wordt er een mashal. Hij brengt het met een gelijkenis. En hij zegt, er is een kind. En dat kind heeft een prachtig kostuum gekregen. Mooi. Maar het kind beseft dat blijkbaar niet. Hij gaat ermee spelen. In de modder. Op andere dingen. En het gaat kapot. Het wordt vies. Het wordt kapot. En dan zeggen de ouders, daar kan je niet meer mee lopen. Je krijgt een nieuw kostuum. En dan krijgt dat kind een nieuw kostuum. Misschien nog mooier dan het eerste kostuum. In ieder geval een prachtig kostuum. Met de waarschuwing erbij, kijk nou uit. En zorg dat het mooi blijft. Maar nee, het gaat weer mis. Het wordt vies, het wordt kapot, noem maar op. En dan zeggen de ouders, oké. We kopen je nou niet opnieuw een nieuw kostuum om aan te doen. Dan trek je maar wat oude kleren aan. Ja, je vader. Maar als je je best doet, dan uiteindelijk krijg je wel zo'n mooi kostuum. Maar daar moeten we wel zeker van zijn dat je dan weet hoe je daarmee moet omgaan. En zo zegt de Berditchev, we hadden de eerste tempel. We hebben ons misdragen, is verwoest. Toen hebben we een tweede tempel gekregen. En we hebben ons misdragen en hij is verwoest. Hashem Kodesh Baruch Hu zegt, ik geef jullie niet meteen een derde tempel. Ga het eerst even uitproberen. Of jullie het waard zijn om een derde tempel te krijgen. En dan te weten hoe je daar verder mee moet omgaan. Maar van tijd tot tijd laat God ons daarom die derde tempel als het ware zien. En zo zegt de Berditchev, daarom heet die Shabbat ook Shabbat Chazon. Shabbat van het zien. Het zien van derde Beit HaMikdash. Momenteel, op het moment van opname nu, hebben we nog niet gehoord dat de Mashiach is gekomen. En dat de tempel al in Jeruzalem staat, mogen we eigenlijk de komst van de Mashiach spoedig verwachten. Nou, in de gebeden zeggen we steeds bij het gebed over de herbouw van Jeruzalem en de komst van de Mashiach, steeds weer Bimhera, Mehera, spoedig. Bimhera v'yamenu, spoedig in onze dagen. Maar de vraag, mogen we de Mashiach spoedig verwachten? Ik wil die vraag positief beantwoorden. Ja, nou, wie ben ik dat ik dat zo mag zeggen?
Ik zeg dat niet. Ik citeer Gedolei Israël, de grote leiders van het Joodse volk. En ik heb het zo vaak de Rebbe horen zeggen. Wij zijn vanaf de eerste Chabad Rebbe gerekend, de zevende generatie. En dit is de generatie die het waard zal zijn, niet om ons, maar al om het feit al dat het de zevende is. En andere overwegingen, wel bekend, maar meestal aan ons, aan de mensheid niet bekend. Maar dat is ons verzekerd, dat het niet lang meer zal duren tot de Mashiach gaat komen. Op Shabbat zeggen we de Harachaman, speciaal voor Shabbat. Harachaman u yangilenu yom shikulo Shabbat u melucha lechayehu olamim. We vragen aan God, Harachaman, de barmhartige, wil ons deel laten hebben aan die dag die Shabbat zal zijn voor altijd. We hebben 6 werkdagen en dan de Shabbat. We hebben 6000 jaar, dan komt de Shabbat toestand. Daarover spreken we in die Harachaman. Als we het parallel doortrekken, wanneer begint die Shabbat toestand? In een gewone week begint die Shabbat toestand in het laatste gedeelte van de vrijdag. Dan maken we al Shabbat. We wachten niet tot het nacht is, maar ruim daarvoor. En zo is het ook met de wereldgeschiedenis. 6000 jaar. Die Shabbat toestand zal niet beginnen met het jaar 6000, maar zal ruim voor die tijd beginnen. Ruim voor die tijd zal de Mashiach komen. Als we nu uitrekenen in welk jaar we zijn. 5773. Dan kunt u wel uitrekenen dat we al in het laatste, ruim in het laatste kwart van de vrijdag zitten. Van het jaar 5000 naar het jaar 6000. Dat is een duidelijk teken dat niet zo lang meer hoeft te duren en niet zo lang meer zal duren tot de Mashiach komt. En daaraan sluitend een gedachte die we wel eerder hebben gebracht. Een gedachte neergeschreven door de Wilna Gaon, die beroemde geleerde van 250, 300 jaar geleden. Heel toepasselijk op de parasha en het Devarim en het boek Devarim, waar we dus nu aanstaande Shabbat mee beginnen. Hij zegt, als je kijkt naar het boek Devarim, bestaat dat uit 10 sitrot. Waarbij opgemerkt, Nitzavim Vayelech is 1 sitra die soms in tweeën wordt geknipt. Maar bij elkaar zijn het 10 sitrot. En merkt hij op, elke sidra staat voor 100 jaar in het laatste millennium. Van 5000 naar het jaar 6000. Dat is wat ik in een boek van hem heb gevonden, zonder verdere toelichting. Maar toen dacht ik bij mezelf, in welke sidra zijn we dan nu? Vanaf het jaar 5700, 5701, waar zijn we dan eigenlijk nu? En welke sitra van die 10 van het boek Devarim? Dat is niet zo erg moeilijk om uit te rekenen. Dat is natuurlijk de 8e sitra. De 8e sitra is Nitzavim Vayelech. Toen ik dat had uitgerekend, toen kreeg ik gewoon koud. Want wat staat er in Nitzavim Vayelech? Daar staat dat het Joodse volk zal getroffen worden door een ramp zo onvoorstelbaar. We zijn radeloos, we begrijpen er niets van. En niet alleen wij Joden niet, maar ook de wereldbevolking zal zich afvragen, wat gebeurt hier? Wanneer begon die 8e eeuw?
in de herfst van 1939, begin van de Tweede Wereldoorlog. Dus ik begrijp de woorden van de Wilne Gaon. Hij zegt dat niet. Maar het komt er wel op neer dat in de 8e eeuw van 5000 naar 6000, daar zullen er dingen gebeuren die zo afschuwelijk zijn. Maar wat staat er daarna in de parasha? Vishavta'at Hashem Elokecha. Je zult terugkeren tot God. En Vishav Hashem Elokecha. God zal je terugbrengen naar het Joodse land. Dat hebben we meegemaakt. En dat maken we mee. Terugkeren naar het Joodse land. Naar Israël. En de Tshuva-beweging. Zoveel Joodse jongens en meisjes die ver weg waren, weer terug zijn gekomen en nog steeds terugkomen naar het Jodendom. Dus als we de vraag stellen, mogen we de Moshiach inderdaad spoedig ontvangen en verwachten, dan denk ik dat ik bij deze drie antwoorden heb gegeven die bevestigend zijn. We hebben vorige week gesproken over de Nefesh HaElokit, de goddelijke ziel. En in Sefer Tanya wordt in het derde hoofdstuk verder bij die goddelijke ziel stilgestaan. En er wordt gezegd dat er een parallel is als het ware tussen Gods wijze van zich manifesteren en, laat ik het noemen, de opbouw van die Nefesh HaElokit, van die goddelijke ziel. Bij Hashem spreken we over 10 attributen. Noem het geen eigenschappen, want eigenschappen is iets wat eigen is, wat essentieel is van een persoon. Dat mogen we bij Hashem niet zeggen. Maar Hashem heeft zich als het ware 10 eigenschappen gegeven om aan de hand van de wereld te scheppen en de wereld in stand te houden. En overeenkomstig naar het evenbeeld van dat begrip is de mens geschapen. En beschikt de mens over die eigenschappen die in een verre, verre verte daar vandaan komen en erop lijken. Welke eigenschappen zijn dat? En de Rebbe legt dan uit, het zijn 3 verstandelijke eigenschappen. Chochma, Bina en Daat. Moet je dat vertalen in het Nederlands? Chochma is wijsheid. Eigenlijk meer inspiratiewijsheid. Bina is begrijpen. Daat is het weten, het beheersen van wat je hebt overdacht. En tegelijkertijd is Daat ook een sleutel die brengt tot gevoelens. En die gevoelens zijn Ahava, liefde. En Yira, ontzag, vrees. Tiferet, pracht. Ook een gevoel van blijheid. Dat je dat allemaal mag hebben. Het geeft ook eigenschappen van netzach en hod. Om dat wat je hebt begrepen en dat wat je voelt te praktiseren. In gedachten, in woorden en in daden. Maar dat valt niet altijd mee. Het kan zijn dat je zelf jezelf moet overwinnen. Dat is het begrip netzach. Het kan zijn dat er tegenstand komt van buiten. Ook dan moet je dat overwinnen. En dat is het begrip hod. En tenslotte, als het inderdaad lukt om te denken, te zeggen en te doen dat wat je moet doen, doe dat dan ook met gevoel, met inhoud. Dat is het begrip jesod. Het uiteindelijke resultaat in gedachten, in woord en in daad.
Dat wordt het begrip malgoed koningschap genoemd. Ik geef het even globaal aan. Want niet nu is het mogelijk om diepgaand uit te leggen deze gedachte zoals die in het derde hoofdstuk van Tanya worden gebracht. Ten slotte, de vorige Rebbe heeft heel veel geschreven en gesproken. En een gevige blik heeft zijn opvolger, onze Rebbe, daar een boek over van gemaakt. Een spreuk voor iedere dag. Hayom Yom. Het is best de moeite waard om af en toe eens te kijken of er een gedachte is, juist in deze tijd van het jaar, waar we wat mee kunnen doen. En zo staat hier een gedachte, een hele korte gedachte, maar toch zo, ja, zo aansprekend. Als we aan Torah leren zijn, dan probeer je dat wat je aan het leren bent te begrijpen. Als je aan het davenen bent, als je gebeden uitspreekt, dan is dat iets wat het begrijpen overstijgt. En zo zegt de vorige Rebbe, als je leert, Torah leert, dan voel je eigenlijk, ten opzichte van Hashem, ten opzichte van God, voel je als een leerling ten opzichte van zijn leraar. Als je je gebeden uitspreekt, dan voel je als een kind ten opzichte van zijn vader. Dat is één gedachte. Een andere gedachte, heel anders. Men heeft een briefje gevonden, afkomstig van de Tzemach Tzedek, dat was de derde Rebbe. En die had daarop geschreven dat hij besloten had om iedere dag 6 uur, ieder etmaal, 6 uur 's nachts staande te lernen. En dat schrijft hij, dat is hem gelukt. Hij heeft de hele Gemara Bavli doorgeleerd, de hele Gemara Jerusalmi doorgeleerd, alle 4 de Shulchan, delen van de Shulchan Aruch. En dat bi'iyun met alle aandacht, diepgaand. Mag ik u ook een goede nacht toewensen? In ieder geval een Shabbat Shalom toegewenst. Mocht de Mashiach deze week voor Tisha B'Av nog niet gekomen zijn, dan wens ik u een makkelijk vasten en een gezonde aanbijt. Shabbat Shalom.